De Dag der Agrariërs wordt vandaag 8 oktober herdacht. Het thema voor dit jaar is productie en voedselveiligheid. In verband met deze dag en de Internationale Dag van Voedselveiligheid, welke op 16 oktober wordt herdacht, heeft het ministerie van LVV een aantal activiteiten op schema. LVV-minister Robin Permeser zegt dat voornamelijk aandacht zal worden besteed aan de diverse aspecten van voedsel en voedselveiligheid. Zo zullen wij met de First Lady symbolisch jaardag wat bomen gaan planten. We hebben gekozen voor broodvruchten. Dat is symbolisch, grote betekenis. Ja, man van woord in de volksmond, dat we dat gaan planten. Voor de rest hebben we een aantal activiteiten in de richting van op alle proeftuinen van ons, in haast alle districten, zullen wij planten verkopen. En voorlichting geven hoe wij het beste planten dat kunnen cultiveren. Het kunnen fruitbomen zijn, het kunnen groentegewassen zijn, noemt u maar op. Zodat we de nadruk wordt gelegd op moeder natuur, onze eigen voedsel produceren, noemt u maar op. Dat zullen wij komende dagen via verschillende plaatsen verkopen en die voorlichting geven. Minister Permeser zegt dat op 16 oktober bij het herdenken van de Internationale Dag van de Voedselveiligheid een aparte bijeenkomst gehouden zal worden. De bewindsman benadrukt dat eigen productie en de participatie van jongeren in de agrarische sector centraal staat. Daarnaast zullen wij op 16 oktober een aparte bijeenkomst hebben waarbij diverse aspecten wat betreft het agrarisch gebeuren in Suriname belicht zullen worden. Met het accent op veilig voedsel, veilig produceren van voedsel en nuttigen van primair in Suriname geproduceerd voedsel. Het is toch erg dat wij, terwijl we zelf het land van ons, moeder natuur, ons goedgezind is, dat we vele gewassen relatief makkelijk en veilig, gezond kunnen produceren, merken wij dat wij voedselproducten, et cetera, moeten importeren. Nee, mijn motto is dat we zelf produceren, ons eigen gezond voedsel en hem cultiveren en nuttigen. En voor wat mij betreft gaan we nu een periode in van dat we vooral jongeren actief betrekken. Jongeren actief betrekken in het agrarisch gebeuren. Minister Permeser riep de jongeren op om zich te laten informeren over de agrarische sector, omdat deze sector goede ondernemingskansen biedt.